Wij hebben bij het samenstellen van het monument en ook voor in het boek gebruik gemaakt van de officiële lijst van de KLPD. Denkend van de KLPD zo kort op die ramp opgesteld, dat is goed. We hebben geen moment getwijfeld dat er fouten in zouden kunnen zitten. En dat blijkt toch bij enkele namen het geval te zijn. Die zijn verkeerd gespeld. Kunt u mij nog één keer uitleggen wat er precies niet klopt? Bij de familie Kroeze, daar moet een S moet een Z zijn. Roos, dat moet zijn Roes. En Van der Vecht, daar moet een R achter. Het is Van der Vecht. Bovendien blijkt de geboortedatum niet te kloppen. Het zou 3 februari moeten zijn. Het is natuurlijk wel erg jammer dat er dan fouten in blijken te zitten. Waar je zelf eigenlijk helemaal geen part of deel aan hebt. Wat zijn de mogelijkheden om de schade te herstellen? Dat wordt een kwestie van toch rond een 50.000 euro. En dat is een beetje erg gortig voor in een situatie waar het dorpsplatform er geen geld voor heeft. Heb je informatie of nieuws voor de redactie? Mail dan naar redactie@woerden.tv.